Joodse mystieke leer beschouwde Hebreeuwse letters als een soort goddelijke DNA. Het bestuderen van deze letters zou ertoe kunnen leiden dat de geheimen van de kosmos zich zouden kunnen onthullen. De vroegste metafysische tekst vinden we in de Sefer Yetzirah, oftewel het boek der schepping. Het auteurschap wordt traditioneel toegeschreven aan aartsvader Abraham, maar de werkelijke tekst dateert waarschijnlijk uit de 2e eeuw en is eigenlijk gebaseerd op de mondelingenleer van de openbaringen van Abraham. Voor de duidelijkheid, Abraham leefde ongeveer 4000 jaar geleden en hij wordt hierin gezien als degene die het eerste alfabet de wereld in heeft gelanceerd. De tekst wordt ook wel Otiyot de Avraham Avinu genoemd, oftewel de alfabet van onze vader Abraham. Het boek handelt over de symboliek van getallen en de letters van het Hebreeuwse alfabet. Ook al is het Abraham die fysiek het alfabet de wereld in heeft gelanceerd en al hun mystieke geheimen heeft geopenbaard, de Joodse traditie beweert dat Adam gebruik zou hebben gemaakt van diezelfde 22 symbolen. In ieder geval, de tekst omschrijft het Hebreeuwse alfabet als de manifestatie van hemelse energiepatronen. Hierin vinden wij 22 grondletters. Zij zijn de 22 scheppende krachten die voortvloeien uit het vormloze niet zijn. En deze krachten worden gebruikt voor het creëren van iets uit niets. Deze krachten kunnen eigenlijk door het menselijk brein niet worden bevat, tenzij in symboolvorm. Dus in de leer van Abraham zijn de 22 letters van het proto-alfabet hun symbool. Maar vanwege zijn duistere stijl is de Sefer Yetzirah uiterst moeilijk te begrijpen. Er wordt omschreven dat elk tastbaar iets een combinatie bevat uit deze 22 krachten. Het begin begint bij de allesomvattende essentie van God, wat wordt omschreven als het totale niet-zijn. Uit de essentie van het niet-zijn komt als eerste de spirit of de geest tevoorschijn. Uit de geest komt lucht en lucht brengt water en vuur tevoorschijn. Dit zijn de drie fundamentele elementen die de basis vormen voor al het leven. De letter Alef symboliseert lucht. De Mem staat voor water en de Shin staat voor vuur. Deze drie letters worden gezien als de drie moeders van alle andere letters. Wat duidelijk is, is dat bij de schepping gebruik wordt gemaakt van rationele wetten die boven de natuurlijke wetten werken. Men spreekt over de 10 sefirot, die vertaald kunnen worden als de 10 essentieuitstralingen of de 10 structurele krachten in de natuur, maar ook in de ziel van de mens. De Kabbalah ziet de menselijke ziel als een weerspiegeling van het goddelijke. Dit is terug te vinden in de boom des levens. Dit is, je kunt het zien als de macrocosmos en de microcosmos. Dus uit het niet-zijn komen deze 10 krachten tevoorschijn. De eerste uitstraling, genaamd Keter, of in het Nederlands kroon, beschrijft de goddelijke superbewuste wil. De volgende drie uitstralingen zijn Chochma, Bina en Daat, te vertalen als wijsheid, begrip en kennis. Zij beschrijven de drie niveaus van bewust goddelijke intellect. De volgende 7 uitstralingen zijn Gesed, liefde, Gevura, strengheid, Tiferet, schoonheid, Netzach, overwinning, Hod, onderwerping, Yesod, fundament en als laatste Malkut, wat koninkrijk betekent. In de Kabbalah betekent koninkrijk de goddelijke aanwezigheid in materie. In ieder geval, deze 7 uitstralingen beschrijven de primaire en secundaire bewuste goddelijke emoties. De 10 punten in de levensboom beschrijven als het ware de structuur van het spirituele leven van de mens. De essentie van de vorm. En als je goed kijkt, dan zie je dat die 10 sefirot met elkaar verbonden zijn door middel van 22 lijnen. Dit zijn de 22 letters, oftewel de 22 basisklanken die symbool staan voor 22 krachten. Deze krachten zijn de verbindingsinstrumenten tussen de essentie en de vorm. Zij zijn het die iets uit niets creëren. Dus het volgende fragment in de serie zal gaan over de 22 basisklanken, de klanken van het oeralfabet.